En wij blijven nog even bij de wateroverlastsituatie in Brokopondo. Want de bewoners van het dorp Tapuripa zijn niet te spreken over de blijvende wateroverlast die zij ondervinden. Tegenover de media uiten zij gisteren hun frustraties. Volgens kapitein Nadia Jonas van Tapuripa maakt zij dit voor het eerst mee. Net als Basha Michel Kempi vindt zij dat Staatsolie had moeten aangeven dat de spuikluppen open zouden gaan. De regering had ook eerder hulp kunnen sturen. Sabitaki, die opo awata. Zij de meke da sende veiligheidsman koyepi. Want one pitching for 10 jaar, no ma yepi sampot in boton. Misschien ben je in boton na 25 april. Misschien ben je poelai ook toe. De bemelde van tevoren afesitaki uluku. Zo wan sani opasa, NCC erbe ka sende sudati kon. De bekassen want tussen mijn konko jepi ook toe. Teken ono wan jepi voor een soort dat hij is. Misabi NCCR vanaf die midden in de overheid aan 25 dins jaar. Niet naar regionale ontwikkeling. Tele mi gwa kabinet, mi gwa DMV. Misabi NCCR, misabi tak je hulp bede. Maar die slees je hulp no de district broko ano. Die district broko pono. Hulp no de. Tele no mek de soor wan fesi voor een soort dat hij ook toe. Wan veiligheid en mek den ko jepi. Je moet transmigreren naar Amsterdam. Dan ben je CBRI. Dan ben je Pacha Mikonja. Dan ben je 63 jaar. Dan ben je de man die je bent. 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 Dan ben je man. Ik voel me de maire, ik voel me de maarki, maar nee, roko. Weer, en om maar roko, schrijf, schrijf. Eddie Frenkel, SPCS onderdirecteur Power and Sustainability Energy, zegt daarna in gesprek met de media dat Staatsolie wel de nodige maatregelen heeft getroffen om de districtscommissarissen op de hoogte te stellen van de te verwachten overlast, maar dat zij niet voldoende hebben gecommuniceerd naar de gemeenschappen toe. In Suralco ting, de Suralco bolusa watra, Suralco begona DC. DC begona en Bakamang. De Bakamang funa fu DC betak anga de kapteng nanga de basha. De kapteng nanga de basha begotak anga folku. Perfect, zoals die mevrouw dat heeft aangegeven. En het is precies hetzelfde communicatieprotocol dat wij hier hebben gevolgd. Wat er blijkbaar hier niet goed is gegaan, is de link van de DC naar het traditioneel geslacht. Dat is misgegaan. En daarom hebben wij, zij het achteraf, hebben wij dus het initiatief genomen om inderdaad naar de mensen toe te gaan op 10 en 11 mei om inderdaad in rechtstreekse communicatie te treden met de mensen. Frenkel geeft verder aan dat de SPCS tot de derde week van juni deze maximale spuihoeveelheid moet blijven hanteren. Daarna zal het bedrijf overgaan tot de minimale spuihoeveelheid waarna de huizen en de bedrijven droog zullen komen te staan.